Kijk, je moet wel stoppen voor het rode licht. En je mag weer doorrijden bij het groene licht. Ja, en wie hebben we daar? Onze kleine, lieve? Meisje. Hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zaterdag, tweede kerstdag. We leven op de 26e december en het is 14:50. Ja, en het is dus al ruim in de middag halverwege. Maar het maakt niet uit, nee hoor, we zijn er toch. Ja, en... Ach ja, het was vannacht weer behoorlijk laat en ik kon weer niet de slaap vatten. Nee, ik heb er nog 7 uur zien worden. Ik zat maar steeds rechtop en het wou niet. Telefoon ook op zacht gezet omdat ik nog steeds geluiden hoorde. Ik dacht, nou, dan zet ik hem helemaal zacht, maar ook dat hielp niet. Wat ik heb, ik weet het niet, maar zo moe wezen en niet kunnen slapen. Het is zo raar en bizar. Ja, ik weet het niet. Karin daarentegen, die ligt al om 8:50 op bed. Dat is bij haar het nieuwe normaal, zei ze vanochtend al. Althans, begin van de middag. Ik heb er gelukkig even gesproken, maar in ieder geval, ja. Ik denk dat het met... Het weer werkt je tegen en het wil gewoon niet. Je bent niet vooruit te branden, ik weet het allemaal niet. Maar ja, maakt niet uit, ik ben er nou uit. Ik ga lekker eventjes naar buiten toe. Het is wel slecht weer. Ik heb nou de laarsjes eindelijk maar weer eens gepakt die ik ook nog had staan. Die ik toen had gekocht met de trouwerij van Karen en Roderick. Die ik nou maar, want ja, je wil niet die snowboot steeds aan. Ik bedoel, er ligt geen sneeuw, weet je. En ze zijn zo wit, zo besmettelijk ook. Maar ja, deze zei een keer ook nog niks. Dus die zal ik wel nog even inspuiten voordat ik naar buiten ga. Want het heeft geregeld, dat zie ik aan de poort. En de straten zijn ook vochtig. Dus ik moet wel droge voetjes houden. Ik heb de zolen bekeken, die zijn heel, dus daar legt het hem niet aan. Maar oké, ja, in ieder geval die hek dus nou aan en het staat keurig netjes. Al zeg ik het zelf, joh. En goed, ze zijn eigenlijk te kort om daar je broekspijpen bij in te kunnen doen. Want het gaat er iedere keer uit. Ja, ze zijn even een beetje te kort. Maar ja, oké, het staat wel netjes verder. Simpel, ja toch? Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is tweede kerstdag. Ik hoop voor jullie dat jullie bezoek hebben. En hoe zeiden we dat ook weer? Oh ja, het advies is 3 mensen met de kerst mag je ontvangen. Buiten de kerst om 2. Maar het is maar een advies, hè. Want jij dat moet je toch zelf weten? Zou je er 10 nemen als je met die 1,5 meter afstand behoudt? Ja, maar het is jouw huis, denk er goed om. En ik heb gehoord dat ze met die drones vliegen. Mag niet hoor, dus privacy schenders. Ja, als ze bij jou in je huis kijken, mogen ze never nooit doen. Dus, en dan een... Boa's erop afsturen of een agent erop afsturen. Zijn ze strafbaar? Want het is maar een advies. Een advies staat niet wettelijk vastgelegd. Nee. Het is niet dat je het moet. Nee, het wordt je aangeraden. Nou ja, en als je een raad niet accepteert en niet aanneemt, is dat toch aan jou? Nou dan. Dus ja... Ik heb een filmpje gedeeld, staat op steun.nederland. Ja,
letter S is hoofdletter en de letter N is ook een hoofdletter, maar wel aan elkaar vastplakken allemaal. Daar staat het op, het staat op mijn tijdlijn. Heb ik het ook neergezet. Dus ja, ga daar eens even naartoe. En anders ga je maar naar de overheid toe. En dan zoek je het daar maar op. Het is maar een advies. Een advies is niet wettelijk dat je moet. Nee. Kijk, je moet wel stoppen voor het rode licht. En je mag weer doorrijden bij het groene licht. Dat is iets wat je moet. Dat wordt je als burger opgedragen en dat moet je doen. Maar dit moet je niet doen. Grijpen jullie me? Mooi. Nou, ik zou zeggen, geniet van je kerst en tot later. Ik zou zeggen, doei! Ja, lieve vrienden, ja, het wordt alweer schemerig, maar ja, het is de hele dag al donker, hoor. Ja, en wie hebben we daar? Onze kleine, lieve? Meisje. Ja, hè. Hoe moet jij zo gapie? Zit je lekker warm hier boven de kachel? Hé, af en toe pootjes omhoog, hè, want het wordt anders warm aan de pootjes, hè. Jo, pootjes op de kachel, hè. Ja, kind. Och, goeie, hè. Och, goeie, hè. Ja, en waar Elwing is, ja, die is in de mand aan het knagen en doen. Maar ik ga eerst even een bakkie koffie doen. Zo. En nemen we die mee. En ja, ik heb de televisie aan en ik vergeet het geluid weer eens even uit te zetten wat eigenlijk behoort. Maar ja, dat maakt me ook twee keer niks uit hoor. Nee, ik vergeet het wel zaken. Kijk, daar ligt madame Elwing en die heeft iets. En daar ligt ze lekker op te knagen en te doen. Dan houdt ze met haar ene poot vast. En wat ze heeft, ik weet het even 1, 2, 3 niet, want ik had gisteren had ik ze allebei wat gegeven. Maar ze stelen van elkaar, dus ja. Ik had een ring aan haar gegeven. En een, nou, die heeft ze nou ook, die ring. En ik had Rijka. Ja, die zal, of legt, of Elwing legt erop, of ze heeft hem al op. Maar ja, maakt niet uit, dan geef ik Rijka gewoon wat anders. Ja hoor, laat haar maar lekker knagen. Ja toch, nou mijn kerstboom weer aan, lekker gezellig. En ik moet een vlog in elkaar zetten, ook dat, want gisteren heb ik het niet gedaan. En ik loop op achter, ja, dus ik zal maar moeten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga niet verder van jullie dag, hoe laat leven, ik weet het niet, ik moet eerst dat ding neerzetten. Zo, het is 16:23, dus ja. Maar ik moest eerst een paar antwoorden geven, want ik had reacties onder een aantal vloggen. En die heb ik allemaal antwoord gegeven, ja, zoals Anthony Wouhout. En Jolanka, nou ja, Anthony Walhout, dat is een, niet een echte kleinzoon van me, maar ik beschouw hem wel als mijn kleinzoon. Hij zeggen zijn zusje en hij zeggen van superoma, ja. En dat was mijn man ook, superopa. Nou ja, hartstikke leuk, geweldig. Ja, ik ben er blij mee hoor. Zo lief, zo lief. Ja, ik heb er alleen helaas een hele tijd niet meer gezien. En het wordt tijd dat ze weer eens een keertje deze kant op komen. Want ze hebben een auto onder hun kont. Maar ja, je moet ook centjes wezen om die auto dus vol te gooien. Ja, ook dat. Dat moet wel, hè. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden allemaal, een hele fijne namiddag gewenst. En tot straks maar weer. Doei!